Waarschuwing, neem deze video niet te serieus. Yo, kijkers van IMTV, daar ben ik een nieuwe aflevering van Keep Going with Nobody Explosive samen met Mark. Hallo. Helaas was vorige week geen episode, want ik dacht dat ik nog opnames had staan, maar ik had het niet. En Mark was toen al weg met familiezaakjes. Yes. Maar dan was het dus Rollercoaster Tycoon 3 toen. Want er moest toch iets online komen. Maar ben je al klaar? Dus ik ben al begonnen, hè? Ja, ik weet niet wat je al hebt, maar oké. Okay. Ik heb iets nieuws. Oh god. Ik heb dus 1, 2, 3 staan met ABC met wires. 1, 2, 3 met ABC met wires. 3 wires. Alles zit vast vanuit een blokje. Aha, die wire sequences. Oh god. There are several panels with wires on them. Ja, even lezen wat er allemaal staat. But only one panel is visible at a time. Switch to the next panel by using the down button and the previous panel by using the up button. Ja, welke kleuren zijn er eigenlijk allemaal? 2 keer rood en 1 keer zwart. Oké. Okay. Even zien. Red wire occurrences. Dan moet de eerste rode kabel naar C toe gaan, als het goed is. Ja, dat klopt. 1 gaat naar C. Oké, okay, en er was er nog een rode, toch? Ja, die gaat naar B. Dat is 3B. Ja, dat klopt. En die zwarte gaat van 2 naar A. Ja. En nu? Is dat alles of... Ja, dat is alles wat ik heb. Nou. Er zit nu... wacht op jou, hè? Ja, de... Oké, okay, dus de eerste rode die zit naar C. Ja. Dus die moet je knippen. Dan. Oké. Okay. Hey. Even zien. Moment. Switch to the next panel. Blablabla. Nee, doe de switch to the... You've cut all necessary wires on the current panel. Oké. Okay. Dus... Even zien. Er was nog een rode die gaat... Van 3 naar de B. Van 3 naar B. Nou, die hoef je niet te knippen. En er was er nog een zwarte. En die gaat naar A, toch? Ja, 2A. Second black occurrence. A or C. Dus dan moet je wel A. Of dan moet je die ja, zwarte. Ja, gedaan. Oké, okay, en dan moet je dan de volgende volgens mij. Fout. Hè? Moet ik naar beneden of naar boven drukken? Switch to the next panel by using the down button and the previous panel by using the up button. Do not switch to the next panel until you are sure. That you've cut all necessary wires on the current panel. Die andere moest ik ook knippen. Oké, okay, want dat staat niet die in mijn instructie. 4 C en 6 B zijn allebei rood. Oké, okay. Dus je hebt 2 rode kabels. Ja. 4 C... Nee, die staat er niet bij. En die... Volgende was de... 6B. 6B. Nee, dan hoef je niks te knippen. Is goed. 7C is rood. 9A is blauw. 7 red occurrence. Oké, okay, die rode die moet je knippen. En die... Nee. 7 red occurrence. A, B of C. Hè? Klopt niks van. Nou ja, maakt niet uit. Die blauwe dan. Kom. Ondertussen gaat Mark het proberen en ik ga Mark weer lekkere instructies geven. Ik heb een pennetje klaar, Mark. Oh god, dit is wel heel iets anders dan dat jij ja, hebt. Ja, vertel. Ik heb 4 kabels die van boven naar beneden lopen met 6 lampjes aan de bovenkant. En wat zijn dat? Dit is van die... Hoeveel lampen zijn er? Ja, er staan nu 2 lampjes aan. Hoeveel lampen zijn er? In totaal 6. Dat is mijn vraag. Oké, okay, dat is voldoende. Behalve 4 zijn er zwart. Heb je ergens een ster?
Een ster? Hoe bedoel je? Om de bom of? Nee. Bij de, look at each wire. There is a LED above the wire and a space for a star symbol below the wire. Nee, ik heb geen sterretje staan ergens. For each wire LED slash symbol the combination, use the Venn diagram below to decide whether or not to cut the wire. Each wire may be stripped with multiple colors. Nou. Oké. De geheel, of de meest linkse kabel, die is rood met blauw en die heeft een lampje, maar die heeft geen sterretje eronder zitten. Heb je iets met letters? Met letters? Nee. Heb je ergens een sterretje onder zitten? Nee. Huh? Het is wat? Het is een hele vage. Ik heb hier een hele vage diagram met cirkeltjes, met letters. Oh, hier. Kijk, heb je een rode kabel? Ja. Brandt daar een ledje boven? Nee. Bij die blauwe. Brandt daar een ledje boven? Ik heb een rood-blauwe. Daar. Brandt bij die blauwe een ledje boven? Ja. Oké, dan moet ik dus die hebben. Heb je een letter D ergens zitten? Oh nee, wacht. Do not cut the wire. Oké. Die blauwe mag je dus niet knippen. Oké. Heb je nog een andere waar een ledje aan is? Ja, bij een wit-rode. Dus een wit-rode. Dus hij is dus wel rood. Oké, dan kom ik dus uit op deze. Cut the wire if the last digit of the serial number is even. Die is 6, dus ja. Moet ik de laatste kabel hebben? Ja, zo staat het hier wel. Cut it. Maar hij is nog niet klaar, dus er moet er nog eentje geknipt worden. Welke is van de tweede kleur? Dat is een rode. En die heeft geen lampje boven zich. Oké. Ook een S. Een B. Cut the wire if the bomb has two or more batteries. Oké, welke kabel moet ik hebben? Cut the wire if the bomb has two or more batteries. Degene die je net zei. Oké, got it. Oké, maar hij is nog niet klaar. Want nee, dat weet ik. Eén van die twee moet ik nog. Dan heb je nog een P. Cut the wire if the bomb has a parcel port. Een wat? Een parcel. Kijk, wat is een parcel? Ik denk een soort van ingang voor iets, maar dat ja, heeft nee, hij niet. Dat snap ik, maar dat is een... Die heeft hij niet. Een parcel is een langwerpig blok met 32 pinnen erin. Ja, nee, die heeft hij niet. Moet ik weer naar boven scrollen, ik was hem aan het zoeken namelijk. Dat was... Devils... Nee, dat was B. We hebben C. Cut the wire. Wat? Welkom. Die je net noemde. Ja, ik heb er twee. Die je net noemde. Ja, maar welke noemde ik dan? Ja, dat weet ik niet. Dat moet jij onthouden. Rood, blauw of rood, wit. Weet ik veel. Dus welke ben je... Wire has red... Die rode kabel met wit, volgens mij was het. Oké, dan die laatste. Got it. Maar we hebben nog 38 seconden en we moeten nog twee modules. Ja, welke zijn dan? We hebben nog normale wires. Ja, daar ga ik nu naartoe. Het is het toch niet meer gaan kunnen halen. Nee, ik denk het ook niet. Maar oké, okay, gewoon proberen. Hij was vrij onduidelijk, dus zullen we af laten kappen? Die ja. Die we toch niet weer. Is nu nog gewoon gevallen. Dus ren gewoon snel weg, Mark. Hij is al explodeerd. Okay. In ieder geval, laat een like achter als we ook nog meer hectiek willen. En vergeet ook zo niet te abonneren voor nog meer hectiek. Tot dan!